Mijn naam is Frans van Leeuwen en ik heb het boek Aankloten geschreven. Ja, aankloten is eigenlijk dat je niet doelgericht te werk gaat. Dus dat je gewoon dingen aan het toeval over kunt laten en dat je niet altijd heel erg doelgericht en prestatiegericht bezig bent. Ja, je kunt niet alleen maar aankloten, maar ik denk dat als je 80% presteert en daarnaast zorgt voor 20% ruimte voor aankloten, dat je een hele mooie balans hebt. Ik denk dat mannen over het algemeen beter zijn in aankloten dan vrouwen, tenzij ze echt onder druk komen te staan. Maar ik denk wel dat vrouwen doorgaans de lat voor zichzelf heel erg hoog leggen en heel veel ballen tegelijk in de lucht willen houden. Dus ik denk als het gaat om aankloten, dan kunnen vrouwen daar heel erg veel van leren. En ook zeker leren van mannen op dat gebied. Ik denk dat jezelf niet te serieus nemen is. Dat is misschien ook wel de moeilijkste, want als je onder druk staat en je bent bezig met doelen halen en presteren, ja, dan neem je jezelf heel erg serieus. Maar ik denk als je om jezelf kunt lachen en met elkaar om jezelf kunt lachen, dat dat echt ontzettend leuk is. In het boek beschrijf ik natuurlijk ook nog 4 andere aanklootregels die je werk en je leven een stuk leuker maken.